Deelnemers die op dag 2 roepen dat ze terug naar huis willen. Dat is nog niet eerder gebeurd bij Expeditie Robinson. Het gaat allemaal om de vuursteen die Kamp Zuid is kwijtgeraakt. Onze Marieke, ook oud-expeditiedeelnemer, gaat langs bij kandidaat Steven Brunswijk om het vuurtje een beetje op te stoken. Kan toch niet? We moeten toch wel vuur kunnen maken. Even. Kom op nou, man. Dus we zitten maar hier dood te gaan met z'n allen. Dus. Nee, man. Niet mijn ding, man. Het is natuurlijk de uitdaging van Expeditie Robinson, overleven op een onbewoond eiland. Maar zonder vuursteen is de sfeer in Kamp Zuid niet bepaald om over naar huis te schrijven. Steven, Kamp Zuid, het loopt gewoon niet. Wat gaat er nou mis? Het gaat mis dat sommigen gewoon niet zo positief ingesteld zijn. Sommigen? Je moet gewoon positiever zijn, joh. We zitten er net, weet je, dus je moet even wat... Ja, het is toch lekker op hier. Je bent hier om jezelf te testen, achter te komen, zei je toch? Of niet? Klopt, maar blijkbaar zijn er beperkingen. Er is geen eten, vuursteen is weg. Dan moet je eventjes daardoor heen. Ik kan niks. Ik kan alleen rauwe bananen zitten vreten. We gaan er denk ik allemaal ietsje anders mee om. Ik ben comedian, ja. Ik kan moeilijk als comedian gaan lopen janken op de eiland. Dat kan natuurlijk niet. Al draagt Donnie als teamcaptain zijn steentje bij, Steven zijn handen jeuken door het gebrek aan leiderschap. Wil je ze zo gewoon laten gaan? Gewoon. Nee, tuurlijk niet, maar dit doen ze nu gewoon een beetje in een opheffen, roepen ze dat nu. Maar ze kunnen niet weggaan. Dus toen die vuursteen weg was, had ik wel zoiets van... Maar ja, ik vond het ook weer, het is niet aan mij om dat te gaan doen, weet je, want ik ben geen captain. Het is eigenlijk Donnie's taak om dat team op te peppen. Ja, nou, dat vind ik wel een beetje jammer als ze er weg zouden gaan. Waarom was je geen captain? Ja, weet je toch, als ik een ander kon nu de volgende treden, snap je? Is dat zo? Ja. Wat was jouw strategie überhaupt? Mijn strategie was gewoon om niet op te vallen. Hoewel de cabaretier een heuse survival koning blijkt te zijn, weet ook hij het vuurtje niet aan te bakkeren. Was er niet nog een andere manier om vuur te maken? Nee. Maar gewoon ouderwetse blazen. Ja, dat heb ik geprobeerd hoor. Ja? Ja, ik heb een tijdje zo gezeten. Stokje, heel droog houtje en... Kom op, neem maar dat stokje zo. Want die ging steeds zo. Het grote probleem zat hem natuurlijk in dit ding. Hey. De vuursteen, kun je het nog? Oh yeah. Zullen we het nog proberen in de tuin? Dit zijn droge takjes. Ja. Ik ga wel blazen wanneer het nodig is. Ja. Hoppakee. Lekker bezig. Ja, heel Brabant in de fik nu. Wat een gedoe, alsof je zonder die vuursteen niks kan op zo'n eiland. Nee, kijk, sorry? Hij mag wel eens wat aan die tuin doen. Hij gaat verhuizen, dus hij zat midden in de verhuizing. Maar scherp dat je het opmerkt, Peter. Alles, alle details, hè? Niet normaal. Wat het is op dat eiland, ik heb daar vorig jaar natuurlijk ook gezeten. Rick, jij hebt ook Expeditie Robinson gedaan. Je hebt dat vuursteentje echt nodig, want inderdaad... Krijg het maar eens voor elkaar om met een die film Castaway een vuurtje te maken. Nou, dat lukt gewoon niet. Dus je hebt die vuursteen echt nodig. Zelfs dat is echt nog best wel een techniek. Het lukt vaak in het begin helemaal nog niet om vuur te maken. En je hebt honger, je bent moe van proeven. Je moet onwijs wennen aan het klimaat, aan alles wat er om je heen gebeurt. Dus Expeditie Robinson, vuurproef, je hebt het nodig. Anders heb je alleen maar een koude banaan. Zou de productie die steen gewoon expres kwijt hebben? Nee. Want dat levert natuurlijk wel leuke tv op. Nee, of eigenlijk chagrijnige tv. Nee, Peter, dat gebeurt echt niet. Oh, er is naïef, ook echt geen wc. Maar ik denk wel dat het... Kijk, het programma moet natuurlijk wel door. En het is wel de bedoeling dat zij wat warms kunnen eten. Zij krijgen echt niet van de programmamakers een vuursteen zomaar aangereikt. Maar wat ik zelf een beetje denk dat er gaat gebeuren... maar dat is koffiedik kijken... is dat de programmamakers achter de schermen hebben gedacht... misschien moeten we een spelelement in de volgende proef verwerken... waarin Kamp Zuid, waar Steven dus in zit... misschien wel een vuursteen kan winnen. Ja. Want zonder vuursteen ben je wel echt, zit je echt op een karig houtje te bijten. Maar vind je niet dat ze een beetje gedemotiveerd aan zo'n avontuur beginnen. Je weet toch een beetje wat er gaat gebeuren. Hoewel het voor mij ook een klap was. Ja, het is veel heftiger dan waar je op kunt voorbereiden. Maar kijk, I'm Aisha en Jo Silvio die zijn onwijs aan het klagen. Maar dat is misschien ook wel een soort onderdeel van hun image. Ik weet het niet. Vorig jaar ook een aantal klagers, Lil Kleine, Brace, die waren ook allemaal aan het klagen. Ach, uiteindelijk heeft iedereen zo'n hartje. Vanavond zien we het vervolg om 8:30 op RTL 5 en op RTL 4. This Time Next Year, dat is ook leuk.